Wat gaat er gebeuren vandaag hier in Molenbeek-Wersbeek? Wij hebben de eer samen met de gemeente Bekkenvoort als organisatie in te staan voor het Belgisch kampioenschap wielrennen voor masters en voor amateurs. De eerste wedstrijd gaat dus over masters B en C. En later, rond 15:30 uur, start dan de reeks van de masters A en de elite 3 amateurs. Benny, voor leken zoals wij, wat zijn masters B, wat zijn masters C, wat zijn masters A? Dat zijn de verschillende leeftijdscategorieën, vandaar de opsplitsing ook. Mensen met, die toch nog course-minded zijn en die een oudere leeftijd hebben, toch de kans of de mogelijkheid te bieden om aan wedstrijd of competitie kunnen deel te nemen. Elite 3, wat houdt dat in? De elite 3, dat zijn de jongere renners van 19 tot 34 jaar. Dat is eigenlijk de hoofdwedstrijd vandaag, waar er toch wel enkele heel sterke pionnen en renners aanwezig zullen zijn. Wie verwacht je mee vooraan om deze wedstrijd te kunnen beslechten in zijn winst? Bij de Masters A verwacht ik de broeders Porco, die al een heel mooie palmares dit seizoen en ook de vorige seizoen aan benen gereden hebben. Bij de Elite 3 is het een beetje vingerdik kijken, want onze eigen renner, Michael Apers, huidig Belgisch kampioen, kan door gezondheidsproblemen of perikelen niet starten. En het is moeilijk in te schatten bij de Elite 3, er zijn wel meerdere kandidaten. En vanuit onze organisatie is Sebastiaan van de Zande een sterke kandidaat. Ik verwacht ook Stijn van Rooij uit Lubeek, wie hier toch een parcours naar zijn gading vindt. En John de Schutter heeft toch ook al meerdere wedstrijden gewonnen. Wat betreft het parcours, is het heuvelachtig? Is het, ja, leg maar uit. Het is een uiterst selectieve omloop. Ik noem het een kleine ronde van Vlaanderen, heb ik ook in Wallonië medegedeeld aan de renners. Dus zowel kasseien als heuvels. En per ronde hebben we 110 hoogtemeters voor de boeg. Dus de renners gaan vandaag van een goed hout geslepen moeten zijn. Verwacht jij een groepsprint of wat verwacht je zelf van deze wedstrijd? De tactiek van sommige ploegen? Ik verwacht helemaal geen sprint, omdat het zo selectief is en de wind staat ook nog bijzonder in het nadeel vandaag. Dus bovenaan hebben we een strook van 2 kilometer volledige tegenwind, dus ik verwacht allemaal groepjes hier vandaag. In verband met de nodige vergunningen, is dat een probleem hier in deze streek? We hebben heel goede medewerking gekregen van de gemeente Bekkenvoort, die ook dadelijk open stonden voor het initiatief, omdat hier een groot event, de truckershow, die al jaren en dag gekend is, niet kan doorgaan door de coronaperikelen. En heeft de gemeente ook de mensen iets willen bieden, een perspectief om einde corona en toch een beetje terug toekomstgericht alles naar de normalisering kunnen laten toe te gaan. Staat er verder in het jaar nog iets gepland vanwege het cyclingteam? Wij hebben dit jaar nog de Ardennes Challenge op staan en de buitenlandse wedstrijden zijn door corona eigenlijk weer geannuleerd. Dus jammer genoeg zal het op Belgische bodem doorgaan vooral. Is de toekomst verzekerd wat betreft organiseren? We gaan dat na deze wedstrijd evalueren en kijken hoe dat het staat. En, Het is voor ons een uitdaging geweest, maar we hebben ook goede medewerking van de bond gekregen. En vooral van Jos hebben we enorm goede medewerking. En we kijken wel samen met de gemeente waar we naartoe gaan. Oké, veel succes. Ja, dankjewel.